Je moet ook gaan zitten, papa. Oh, ik heb even geen tijd, lieverd. We moeten natuurlijk wel zelf het goede voorbeeld geven, hè? Lieve schatten, waar gaan jullie heen? We gaan pas van tafel als iedereen klaar is. Dat is toch ook zo bij oma en opa? We zijn al klaar. Nou, papa is net pas gaan zitten. En Malou heeft zijn broodje nog niet op. Ik heb geen honger meer. Ja, dat had je eerder moeten bedenken, lieverd. Waar je met je handjes aangezeten hebt, dat eet je op. Daarom kopen wij altijd vezelrijk witbrood. Nou, dan eet je het morgen op. Want we gaan hier absoluut geen eten weggooien, hè? Lydia, dit gaat te ver. Ja, we zijn hartstikke blij met je hulp, hoor. Maar dit zijn mijn kinderen, dus mijn regels. Regels? Ja. Het is geen tuchschool. En als je niet bevalt, dan ga je me weg.